Hoi, welkom bij mijn winterdorpjes. In deze aflevering ga ik weer 3 zakjes uitpakken. En ik hoop natuurlijk weer op nog een dubbele, want je kan hier dus zien wat ik met mijn dubbele winterdorpjes doe. Ik maak er speciale kerstversies van. Hier kan je zien hoe het huisje er eerst uitzag en dit is dus na mijn makeover. En hetzelfde met het hertoghuisje. Zo zag hij er eerst uit en nu ziet hij er zo uit na mijn makeover. In mijn vorige aflevering kreeg ik het hertoghuisje weer dubbel. Dus dat betekent dat ik hiermee aan de slag ga. Maar eerlijk gezegd hoop ik dat ik vandaag weer een ander huisje dubbel ga krijgen. Want ik heb nog niet zoveel inspiratie met mijn hertoghuisje. Heb jij ideeën? Laat ze natuurlijk hieronder weten in de reacties. Misschien kan ik een van de tips gebruiken voor een nieuw huisje hiervan die ik de makeover ga geven. Maar goed, ik hoop op nog een dubbele. Dus we gaan het gewoon uitpakken. Ik hoop natuurlijk ook wel weer op huisjes voor mijn eigen collectie. Maar een dubbele, zoals je ziet, is dan helemaal niet erg. Bij het verzamelen is het dan altijd fijn als je nog wat met je dubbele dingetjes kan doen. En? Ja, die heb ik dubbel. Kijk maar, die had ik al. Dus nu heb ik mijn eerste die ik dubbel heb. Dus dan kan ik al kiezen hertoghuisje of die waar ik mee aan de slag kan gaan. En zakje nummer 2. En zakje nummer 2. Dat kun je niet menen. Hoeveel hertoghuisjes zitten erin? Nou, ik ben blijkbaar heel erg dol op de hertoghuisjes. Ik hoop wel dat jullie leuke ideetjes voor me hebben voor het opnieuw een makeover geven van de hertoghuisjes. En als dat weer een hertoghuisje is. Oh nee, dit kan gewoon niet. Oh, wat erg. Oké. Ik heb heel veel hertoghuisjes. Nou, wanneer zei die ook weer? Was het ruilen? Een ruildag. Ik heb heel veel hertoghuisjes om te gaan ruilen bij de Albert Heijn. Ruildag. Oké, nou, dat was het voor deze aflevering. Bedankt en tot de volgende keer. Ben je ook benieuwd wat ik ga maken met mijn dubbele huisjes? Je kan ze vinden, al mijn DIY's vinden, in mijn afspeellijst als kaart hier aan het einde van deze video. Ben je ook benieuwd wat ik hiervan ga maken van mijn dubbele winterdorpjes? Je kan mijn DIY's, mijn vorige DIY's zien in mijn afspeellijst. Ik maak een kaart hier in beeld aan het einde van deze video. Doepa doe!